Michiel, fulltime mountainbiker. Wat verwacht je er vandaag van op dit parcours, wat toch ook wel enigszins wat van mountainbiken weggeeft? Ja, de NK Cross is ook wel een wedstrijd waar ik naartoe gewerkt heb. En de afgelopen periode wel aardig wat veldritten gedaan. En, ik denk wel dat dit een parcours voor mij is. Wat zand erin, het lijkt een beetje op Drunse Duinen waar ik veel train thuis. En ja, we gaan het zien. Ik denk dat het wel een mooi rondje is voor een NK. Sterk deelnemersveld zoals altijd in Nederland met veldrijden. Maar ja, we gaan het zien. En ongeveer verwachte positie? Ja, ik heb geen idee. Het is moeilijk te zeggen. Ik heb een aantal crossen in België gereden, wat lastig is om, ja, om je eigen tussen te wringen. Een paar crossen in Nederland wel redelijk voorin gereden. Dus ja, dit nou doen natuurlijk alle toppers ook mee. Dus ja, het is moeilijk te zeggen om echt de positie op te doen. Maar ik hoop gewoon dat ik in de start een beetje op kan schuiven en dan gewoon op mijn plek kan komen. En dan ben ik tevreden. Succes! Dankjewel. Vader van der Poel, verwacht u hetzelfde als vorig jaar, 1 en 2? Het moet eerst een nieuw gekoerst worden, dus het is een heel ander parcours, heel andere omstandigheden. En, we weten dat Lars en Mathieu misschien ietsje boven de rest uitsteken en de rest daarna gaat een open strijd worden. En, dus u wacht Lars als grootste concurrent van Mathieu? Ja, dat weet je niet. Hè. De Corné van Kessel is de laatste weken echt goed bezig. Thijs van Amerongen in een goede dag kan het ook. Die is een beetje ups en downs. En dan ja, op het kampioenschap heel vaak wel een renner die boven zichzelf uitgroeit. En het is ook te zien hoe die jongens de stage in Spanje verwerkt hebben. Dus de focus lag wel op de NK, maar of toch ook meer op WK? De focus ligt eigenlijk op deze maand. Op de hele maand? Ja, ja. Dus vandaag moet het toch echt wel gebeuren? Nou, er moet niks. We weten gewoon wat ongeacht de uitslag, dat ze alle twee hun best doen en uiteindelijk gaat het daarom. Dit is gewoon het is prachtig om te zien hoe die eerste mannen gaan. Ook daarachter de situatie met Corné van Kessel. Vanavond, die moeten naartoe. Haal nog eens diep adem. En daar komt voor drie ook nog aansluiten waarschijnlijk. En Erik, vertel maar wat je zegt gewoon. Ja, het is fantastisch. Dat perfect. Dus dat vol en natuurlijk voor Zieber. Iemand aan de lijn bezig is in de kuil. Wat een prachtig kampioenschap. Wat een golf hadden hier trouwens. En wat een gezelligheid. Want ja, we komen naar huis gaan. Hier is Mike Teunissen, de oud-wereldkampioen bij de vanochtend. Hij werd dus in Amerika. Maar wel met verschillen die je eigenlijk niet kunt stellen dat de sterkste mannen elkaar gevonden hebben. Kom aan, het laat je te rennen, hè, man. Kom aan, Mathieu, je kunt er alles in. Gaat je, jongen, gaat je. Kom. Heb je er nog één, nog één. Kom aan, David, David, kom op. Hier nog één. Kom op, Mathieu, kom op, Mathieu. Ik ben er niet op buiten, maar. Vamos lá, vamos lá. Oh, even aanmoedigen. Van Amerongen. Dit is Thijs. Daar Thijs. Thijs, kom op hè. Goed zo David. Goed zo Thijs. Kom maar Jan. Nada, archief van het ratio, Leerman. Kom maar, Lars. Hosser is de laatste. Thijs, kun je nog naartoe, hè? Achter. Het gaat weer helemaal dichtgereden. Kleine en die grote. Even het wisselen van Mathieu van der Poel. Adrie van der Poel gooit die... Mathieu van der Poel. Met Lars van der Haar. Lars van der Haar. Want dan was het echt gebeurd. Hier Corné van Kessel en David van der Poel. Hij probeerde het even. Hij probeerde het even. Hier Mathieu van der Poel. Maar Lars van der Haar. Dat allemaal in dit keer. Tot de nieuwskap van Nederland. Hij ging even door het knel hard naar door de achterkant van het beeld. En daar is de van de... In het gedeelte, het technische gedeelte. Dan kijken we naar Lars van der Haar. Naar beneden. Hij is van Amerongen, de man uit Zolder. Ja, de nieuwe lid ook dan. Daar is onze al in de zaal. En laat het zien dat die mensen hier vandaag in de zaal. Ja, lekker bezig hoor. Dat is goed. Kijk, de regen vast. Kijk, de regen schrijft. Ze kijken naar elkaar, Thijs. Kom op! Denk ik hoor. Maar Michiel, kan nog naartoe. Disappointment or still happy with a second place? Yeah, I think he's still going to be pretty happy with that. Yeah. How about you? Oh, me? Yeah, I think I'm happy with it, of course. Yeah, he rode strong out there today and yeah, he gave it everything, and Mathieu just, yeah, obviously had a better day today, but Lars kept fighting till the end, and actually at the finish it wasn't that close, it wasn't that far away, so yeah, he's in good form I guess at the moment, and I think he's just carrying it on now to the World Championships. He was in Spain last week, so yeah, it wasn't the best preparation, but no, his goal is the world, so yeah, it'll be good for him. Yeah, Van der Poel, the national jersey, and Van der Haar, the world champion jersey. Ja, yeah, exactly. I hope so, ja. Yeah. En Thijs, vijfde plaats, tevreden? Ja, wel tevreden. Wel, ja, had beter gekund, maar vijfde is niet slecht. Wat had je van tevoren verwacht? Nou, ik had gehoopt op het podium, maar ja, dit had ook gekund, dat wist ik van tevoren. Maar... uiteindelijk was je ook niet ver van het podium, dus inderdaad, het had ook gekund. Ja, maar ja. Bijna is niet helemaal. Zo is dat. En hoe is het nu het gevoel voor de volgende crossen? Ja, wel goed denk ik. Ik denk ja, soms goede dag, soms een mindere dag. Doei hè. Bedankt hè. Dus soms een goede dag, soms een mindere dag. Maar dat komt wel weer. Succes. Jo, dankjewel. Geert-Jan, je moest van ver komen. En ik begin even opnieuw. Geert-Jan, winnaar van de kasteelcross in Vorden. Je moest ver van achter komen, maar uiteindelijk toch nog een mooie top 10 positie gehad. Ja, klopt. Ik had op zich een beste start. Alleen van die start moest ik even bekomen en ik kon niet direct doortrekken. En ja, uiteindelijk kreeg ik de motor bij mezelf aangeslingerd. En als ik ruimte had, kon ik technisch gewoon goed rijden. En helaas waren er af en toe renners voor me die omhoog moesten lopen waar ik een kon fietsen. En uiteindelijk kreeg ik ruimte waardoor ik door kon trekken en langzaam naar voren mijn opmars kon maken. En dat resulteerde inderdaad in de zevende plek. Had er denk je meer gezeten als je een betere startpositie had gehad? Nee, ik denk niet. De start was niks mis mee. Het was wel mooi geweest als ik misschien net iets eerder bij Stadroot 3 kwam. We kennen elkaar natuurlijk van vroeger van de Rabobank. En ja, het was mooi geweest als ik misschien net iets eerder met hem alleen kwam. Waardoor ik misschien net iets eerder in gang kon schieten om misschien bij Van Amerongen te raken. Goed, wat als. En ik ben tevreden met het resultaat. En de zevende is een leuke plek. En heb je nog meer crossen op het programma voor dit seizoen? Nee, ik ben op dit moment wegrenner. En dit was als het goed is mijn laatste cross. Ik zou volgende week graag in het Zwarte Meer willen rijden. Alleen hebben wij een ploegenweekend met cycling team Joop Piels. Dus ik ben bang dat ik niet in Zwarte Meer kan rijden. Maar ja, dit is wel mijn laatste crossje. Nou, veel succes in het wegseizoen. Dankjewel. Christophe Roodhoofd, manager van de winnaar en van het podium. Tevreden? Ja, natuurlijk. Dat Mathieu zou winnen, dat is natuurlijk niet evident, maar dat was wel, zat wel in ons achterhoofd dat dat kon. Maar die derde plaats van David, na zijn toch die superwinter, doet ons wel plezier, ja. En dat belooft natuurlijk ook veel goeds voor het WK. Ja, het WK is nu nog even af, maar ik denk toch dat we op de goede weg zijn. Het moet nog een beetje bij en dan, ja, dan denk ik dat dat wel tot de mogelijkheden behoort, ja. En dan moet het, de training van afgelopen week zich ook uit kunnen betalen. Ja, dat was natuurlijk even moeilijk nu, hard getraind en dan toch willen Nederlands kampioen worden. Het zal nu toch wel even zwaar rust en wat tijd vragen om sterk te zijn tegen de WK. Lars, een mooie tweede plek en toch ook nog zicht op de eerste plek. Dus hoe zag dat? Ja, goed. Tevreden, vertrouwen getankt voor de komende weken en net niet kunnen winnen, maar er niet ver afgezeten. Nee, je had ook een paar keer dat je even loskwam van Mathieu en op een gegeven moment leek het zelfs dat Mathieu er even doorheen zat. Maar helaas voor jou niet, maar toch zag het er goed uit. Nee, hij was sterk, hij kwam weer terug en ik denk dat we vandaag niet ver van elkaar zaten en we waren heel erg aan elkaar gewaagd. Alleen hij wint deze battle en hopelijk win ik straks in Zolder. Hoe vond je het parcours van vandaag? Ja, een mooi parcours en ik heb er eigenlijk wel van genoten vandaag. Veel publiek ook. Het had ook wel iets weg van Huijbergen, waar je Europese kampioen bent geworden. Ja, klopt. Het was ook wel heel zwaar in de tussenstukken, waar het in Huijbergen ietsjes lekkerder liep. Maar ja, met die loopstroken was het wel vergelijkbaar. En Mathieu heeft afgelopen week getraind in Spanje en daardoor heeft hij niet zijn beste prestatie in de SM gezien. Maar dat geldt ook voor jou. Dus voor beide ziet het ook goed uit voor het WK. Ja, ik kom ook net terug uit Spanje. We hebben allemaal hard getraind en ja, hopelijk rendeert dit straks in de winst in het Zolder. Nou, heel veel succes daar. Ja, dankjewel. En wat verwacht de moeder van Sophie de Woerden vandaag van? Ik heb geen verwachtingen, maar ik hoop gewoon dat ze natuurlijk nummer 1 wordt. En dat heeft ze ook heel erg verdiend. Ze heeft er goed voor gewerkt, al jarenlang zijn we hiermee bezig. 2x2, ook hartstikke mooi, maar nu lonkt het nou, de eerste plek, zeg maar. Dus ik hoop van harte dat het haar gegund is. En dan zijn we ontzettend blij. En mocht het gewoon niet zijn dat het een andere kleur wordt misschien, dan weten we in ieder geval dat ze er wel voor gegaan is. Dit is het onzekere ook van de wedstrijden. Ja goed, je weet het nooit, alles moet meewerken en ik hoop dat ze geluk heeft. Maud Kaptheijns, opkomend talent. Wat verwacht je er vandaag van? Ik ga nog een beetje open invliegen. Met een goede dag kun je misschien wel op het podium rijden, maar met een iets minder goede dag dan kun je hier ook achtste worden. En ik denk dat we dit jaar een heel spannend NK gaan krijgen bij de dames. Dus we gaan het daar zien. Ik heb hier wel redelijk naartoe gepiekt. Dus ik ben in vorm en gaan we zien wat dat daar gaat geven. Heel veel succes. Dankjewel. Sluit. Oké? Succes allemaal. Een stukje. Ik had ook heel makkelijk. Ik ook niet. Gelukkig doen ze het dan allemaal met de start. Niet, anders rij ik er door. Jullie linksaf. Kijk door, maar dat kan niet. Je kan het doen. Ja, ik had het ook. Chance weer. Gas op, gas! Kleine hapering al in, een klein gat eigenlijk al achter in die eerste groep. Het technische gedeelte komen eerst de kleine lus. En daar is Talita de Jong samen met Sofie de Boer en Sabrina Stultjes. Dat zijn de eerste drie. Sanne van Paasen als vierde, Maud Kaptheijns als vijfde. Sanne van Paasen, ze blaast is. Maud Kaptheijns blaast net zo hard mee. Esmee Oosterman. En dan kijken we naar Anna van den Breggen die daar voorbij gaat. Hier is Bianca van de Hoek. En kijken we ook naar de komst van Lissie Witlox. Dan zien we met nummer 1 Linden en Keren. En daar zien we op verschijnen met Talita de Jong. Op enkele meters, Sophie de Boer. Ja, Talita de Jong zet nog eens extra aan. Die zet de druk op de ketel. En Sophie de Boer moet het gat weer dichtrijden. Aan het... En Sabrina Stultjes. De eerste aanval geplaatst door Talita de Jong. Proberen om dat gat dicht te lopen en ik ben uitermate benieuwd wat dit voor gevolgen wordt. Sophie de Boer die alles zelf moet bijzetten om bij die eerste twee te komen. Maud Kaptheijns nog achter in de twee. Maud Kaptheijns die goed bezig is en dan Anna van den... En wat ging het mis? Eerste valpartij op die split level hindernis. En daarna die ketting die vast zat. Hier is Sophie de Boer op de derde plaats. En daarachter... gaan ze komen en Talita op, het is op dit moment uiteraard Talita de Jong, wil ik zeggen, Talita, waar die film in zit op de pet, maar af voor Maud Kaptheijns. Wat is er weer? Maud Kaptheijns, en die heeft natuurlijk lastig, de dames. Het is Maud Kaptheijns die op dit moment vooraan loopt. Moet zich herpakken, de dame deze twee, wil ze kans maken op dat podium. Zien we dan ook voorbij komen Anna van den Breggen. Ook die wordt per minuut beter. Kijken we hier naar Sanne van Paasen. Kijk ook even naar Lars op deze. Voorbij de dame dus uit het Winterland. En hebben we natuurlijk al... Ja. Het lijkt erop dat het er iets doorheen is. Kijken we hierop. Het is een Groninger zijbak. Ik kom op de meeste. Klaar op de richting dat podium kan denken, maar ze moet nog heel wat goed te maken natuurlijk. Kom op, Sophie! Ja, dat zou je zomaar kunnen worden op dit Nederlands kampioenschap. We krijgen hier voor informatie. Talita de Jong! De nieuwe Nederlandse kampioen.